Terrassen gaan weer snel open en daarom moet er weer bier zijn om te tappen. En dat betekent dus alle hands aan dek bij de bierbrouwers. We hadden klanten gevraagd, als we open gaan, wat zou je dan willen bestellen? Dus we wisten eigenlijk al vrij lang wat we moesten gaan doen. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die op het laatste moment bedenken dat ze toch iets willen bestellen of toch hun bestelling willen wijzigen. Dus ja, het wordt gekhuis. En dat betekent dat er weer uitzendkrachten gevonden moeten worden en dat de vaste werknemers weer teruggaan naar hun oude stekkie. Die hebben van alles nog wat gedaan, behalve hun eigen werk. Dus die hebben echt als een dolle weer teruggehaald. En die zijn hier weer aan de slag gegaan. En verder hebben we zelfs ondersteuning vanuit onze salesorganisatie. Accountmanagers die normaal gesproken bij ondernemers komen. Die gaan vandaag mee op de wagens om onze chauffeurs te helpen om de orders uit te rijden. Dus iedereen helpt. We hebben ruim 9 maanden stilgelegen. En we hebben ook echt bijna niks te doen gehad. Alleen maar vaten leegmaken. En dat is gewoon triest om te zien natuurlijk. Dat je zoveel weg moet gooien. Het is lastig in te schatten hoeveel bier de horeca nu nodig heeft met terrassen die alleen 's middags open zijn en coronacijfers die er niet goed uitzien. De horecaondernemer zal nu nog niet, verwacht ik, 2000 liter bier in zijn kelder opslaan. Het is dus nu zijn behoefte aan fusten, kleinere hoeveelheden. We houden er ook rekening mee dat we weer spullen terug gaan krijgen, terug moeten gaan nemen. Maar we houden er ook rekening mee dat het toch weer harder gaat dan we verwacht hadden en dat we weer moeten opschalen. De vraag is er wel genoeg personeel voor in de bediening? In de horeca is de slag om het personeel begonnen. Zeg, zo hoort het hier niet te staan, hè? Nee, normaal staan de tafels gezellig gedekt, klaar om een diner te starten. En hoeveel personeel loopt hier dan rond? Op de hoge tijdagen toch wel 65 man ongeveer. Het Japanse restaurant van Simon de Wit heeft een troosteloze aanblik. Alleen de koks zijn nog aan het werk voor zijn bezorgservice. Dozen met spullen voor de takeaway staan opgestapeld. Van het bedienend personeel heeft zeker een derde zijn heil ondertussen elders gezocht. Die zijn denk ik bij de supermarkten, picknicks, de zorg ingestroomd. En ik hoop toch wel dat we ze nog terug kunnen krijgen. Maar daar bent u lang niet zeker van? Nee, helaas niet. Dat wordt een gevecht denk ik voor elke horecaondernemer in onze stad. Maar ik denk in het hele land zelfs de komende paar weken. Volgende week, als veel terrassen opengaan, zal het nog wel loslopen, denkt de Wit. Nou, ik verwacht dat met de terrasopening die tussen 12 en 6 open is, denk dat veel horecaondernemers het zelf op gaan lossen. Omdat het natuurlijk lastig is om op het weer te gaan opereren. Maar ik denk dat richting heropening van de binnenkant van de restaurants, dat dan wel een groot probleem ontstaat. Ja. Wat nou als u niet genoeg personeel kunt vinden? Ja, dan zullen we zelf wat harder moeten werken. En wij kunnen dat als familie kunnen we een groot deel al opvangen. Maar dat zal zeker niet voor iedereen gelden. Ik denk ook dat er bedrijven zijn die gaan stoppen. Misschien wel juist hierdoor.